Heugelijk nieuws uit dierenland. August en Noëlle de Wolf trekken zich niets aan van de coronacrisis. Volgens enkele inwoners uit Peer kwam het koppel wolven verbazingwekkend dicht bij de huizen. En dat nieuws zorgt voor de nodige opschudding. Kom ik vanuit naar Café Spoor. Dat is gesloten. Zit toch niemand? Ik zei hier niet, vindt. Dus bel naar Jackie. Ik zei, hey Jackie, zul je café niet open doen? Leuk naap vindt. Het is al achter 10, wij. Ik zei, ja, dat gaat niet, Davy. We zitten met corona. Ik zei, Jackie, heb ik nu nog hand niet teuren? Het is niemand interesseerd in corona's. Het is duvel en orval dat je moet inslaan. Davy, er is waar besmettelijke ziekte te toer aan toe, hè? Lees je gazet met misschien? Ja, moet je mij toegeven, ja, Nink. Ik heb last die veel aan mijn kop had met de verhuis dat we hier moeten doen. Dus voor de huisje zal blijkbaar veel, maar dat is best. Maar ja. Oh, bon. Ik ga het naar huis en ik lees de gazette. Er is hier waar besmettelijke ziekte te toer aan toe, zeer. En ik zie weer de last die van het al weet. Maar kijk, ja, moet ik bellen naar eens naar huis voor dat te laten weten. En ik bel naar u. Zeg ze, ja, pa. Ik weet niet waar al lange week. Ik zit al een week in quarantaine met Quip van de bar. Ik zeg, godverdomme, die slette vindt. Zie je nu weer al aan het aanpak met die leehoord? Je hoopt me hun uitplaten dat geen andere besmettelijke ziektes kreeg, hè. Maar bon, kijk, ik lees verder. En toen komt het, hè. Auguste Wolf, met bloed ingevolder en Noëlla de Wolf trekken zich niets aan van de coronacrisis. Ze genieten van de teruggekeerde rust in Peer. Weet je wat er geen teruggekeerde rust is, hé? Bij de familie de Wolf in Ernehem. Zie, godverdomme, al twee weken aan de stuk had zo'n eenvouder. Godverdomme, maat, nee, dat je zeer weer hier zit. Het is kwijt niet gevaarlijk voor de mensen buiten. Hier zit er een beetje de broeste gebarentang in de buitenweken van Peer. Maar goed, bij deze zoek ik wel een vraag aan Jackie, René en al de andere matjes van Café Spoor. Zorg je er als je zitten voor morgen topen met min naar Peer te rijden en mijn paal te gaan teruggaan. En als we hem veilig weer tussen gebracht hebben, is er voor iedereen die meehoopt met een gratis vat. En afhankelijk van het weer, eventuele barbecue. Merci.